De Adodraagscooter. Hij was onlangs te winnen in de fanshop. En vorige week loodde Tom Beugelsdijk de heer Klaassen als winnaar. En die kwam zijn prijs ophalen. In de fanshop uiteraard. Ja, ik denk het wel. Nee, niet. Nou, we staan hier met de winnaar van de elektrische scooter. Hoe heb je die gewonnen? Met de aankoop van een aantal trainingspakken en onder andere deze jas. En dat was eind vorig jaar. En dan kreeg je foutjes mee van een lieftallige dame die jullie niet zien, maar ik wel. En dan word je op een gegeven moment opgebeld. En dan is het zo van, ja, u heeft de scooter gewonnen. Dus dan zeg ik, nou oké, waar is de camera? Maar goed, ik zie hem nu staan, dus het lijkt wel echt te zijn. Want weet je ook waar je de scooter al voor gaat gebruiken? Ja, naar de voetbal. Nou, dat is helemaal mooi. Dus we zullen hem hier vaker bij het stadion tegenkomen. Nou, er is meer dan ADO. Niet in de Eredivisie, dat is alleen maar ADO. Maar vlakbij waar ik training geef, voor de training kan ik hem ook heel goed gebruiken. Nou ja, eerst gewonnen. Van harte gefeliciteerd met de scooter. Ja, nou dankjewel. Ik heb je de sleutels voor je. Dankjewel. Nou, harte gefeliciteerd. Veel plezier ermee. Zal ik doen? Zal ik doen? Ja. Hij is nog goed voor het milieu ook. En hij heeft zeker de goede kleur. Gaan we even kijken.